Ja, ja. Goeie daar. A la Big Boss kunnen we hem ook wel eens noemen. Kever kennen we je ook onder, sommige mensen. Ja, Gamescom 2016 zit eraan te komen. Het wordt weer tijd. Ja. Wat heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Ja? Dit is toch wel iets waar ik ieder jaar weer naar uitkijk. Okay. Hoe was de Gamescom? Vijfde of zesde al ondertussen. Okay. Ik ben ondertussen veteraan aan het worden. Dus ja. Nou, mooi zo. Dan kunnen we allemaal op jou vertrouwen. Ja, ik ken de kulmes ondertussen van binnen en buiten. Dat is mooi. Ja, ja, vorig jaar toen zaten wij ook al. Ja, toen was ik er net bij. Dus ik ging voor het eerst met jou mee. Voor mij was het allemaal nieuw. Voor jou al niet meer. Vind jij de Gamescom in de kwaliteit, vind je dat een beetje gehandhaafd blijft? Ik denk over het algemeen wel. Ja. De Gamescom is natuurlijk gewoon een beurs van massale omvang. Ja. Een van de grootste bezoekersbeurzen sowieso op het gebied van games. Dus dat pakken ze nog altijd heel goed aan. Mm. Ik merk wel dat het voor ons als pers zijnde de afgelopen jaren steeds minder wordt. Ja. Waar er een aantal jaren geleden nog gewoon altijd overal binnen konden lopen. En dan wat prima was, is het nou echt afspraken, 1, soms 2 mensen, meer ook niet. En dat was het wel. Dus dat is wel even wennen weer. Maar goed, ik weet niet waar dat precies mee van doen is. Ja, toch meer consumentengericht aan het worden dan. Ja, misschien wel. En er zijn ook steeds meer beurzen natuurlijk. Je hebt tegenwoordig ook de Tokyo Game Show. Je hebt beurzen in Engeland. E3 is natuurlijk nog altijd heel groot. Ja. En men doet steeds meer een eigen event. Kijk bijvoorbeeld naar Sony. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Even terugblikken op de Gamescom van vorig jaar. Ja. Hebben we behoorlijk veel gezien, eigenlijk meer dan we aankonden. Ja. Dat hebben we ook gezien in het aantal items wat toen gepubliceerd is. Precies. Als jij nou terugkijkt naar de Gamescom van 2015, wat was toen echt een game waarvan je zegt van ja, die sprong er voor mij wel echt uit? Ik denk dat voor mij toch echt wel de VR was. De eerste keer dat ik een VR-headset op mijn hoofd kreeg. De eerste keer dat ik de Oculus Rift kon proberen. Ja. Dat was toch echt wel het moment eigenlijk van de beurs. Game specifiek? Dat was toen Eve Valkyrie, de Space Simulator. Ja. Dat was gewoon zo episch dat je gewoon overal om je heen kon kijken en alles gebeurde. En die heb je toen op de Oculus gespeeld? Ja, 2 keer toe. Oké, 2 keer. Nou, dat geeft al aan hoe tof dat je bent, hè. Ja. Als we dan nu gaan kijken naar Gamescom 2016, we komen natuurlijk ook weer voldoende naartoe. Zijn er nou echt een paar games bij, noem maar bijvoorbeeld 5, waarvan je denkt van nou, dat zijn wel echt games die wil ik echt gaan zien op Gamescom 2016? Battlefield heeft een aantal mooie titels. Battlefield, EA heeft een aantal mooie titels met Battlefield 1 en Titanfall 2, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Mm-hmm. Microsoft heeft natuurlijk deze najaars line-up gewoon. Dus Record, Forza, Gears of War, dat zijn echt titels waar ik wel heel benieuwd naar ben. PlayStation of Sony wat minder, behalve Horizon. Dat is toch ook nog wel eentje die ik wil spelen. Typerend, want natuurlijk de Sony-conferentie werd wel heel goed ontvangen op de E3. Ja, maar ik ben toch... qua Sony zit er minder tussen wat me echt interesseert dan de andere ontwikkelaars dit jaar. Die hebben dit jaar natuurlijk al goed gehad met Uncharted. Mm-hmm. Maar de rest, The Last Guardian, et cetera, dat spreekt mij wat minder aan. Oké. Dat vind ik wel heel erg opvallend. Iemand die heel erg in de Japanse games zit, dat hij dan uitgerekend die titel doet. Goed, maar dat maakt niet uit. Heb je ook nog dingen op de Gamescom 2016 die nog niet bekend zijn, maar waarvan je wel zegt van nou, daar hoop ik wel op dat ik dat ga zien? Nou ja, stiekem een beetje Mass Effect Andromeda. Maar dan weten we eigenlijk al zo goed als zeker van dat die er niet gaat zijn. Die is een beetje iffy inderdaad. Dus dat is jammer. Andere titel waar ik wel heel graag zou willen zien is Persona 5. Dat is toch wel een van die titels. Wel een PlayStation 4 titel. Ja. Waar ik echt wel naar uit zit te kijken. Maar ja, of die er gaat zijn, dat is ook maar even de vraag. Daar kunnen we op een manier achter komen natuurlijk. Dat is als we er... gewoon gaan kijken. Als we er zijn inderdaad, ja. We gaan daar natuurlijk ook weer voldoende footage gaan we opnemen. Zeker te weten. Dus mochten we daar Persona 5 tegenkomen, dan weet ik zeker dat jij daar een item als een groot kind voor de camera gaat staan. En dan is het een keertje iemand anders die heel erg actief voor de camera staat stuiteren waarschijnlijk. Precies. Goed. We gaan het allemaal zien tegen die tijd. Dankjewel. Alsjeblieft.